En Hans, kijk nou hier buiten. Oh, hier buiten is het nog zoveel mooier. Kijk eens. Hé, liefie. It's funny that the dessert is even bigger than the... Twice the length. Twice the length, yes. They know us well. Hallo, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je weer kijkt. Dit wordt een hele leuke vlog, want we gaan namelijk naar Mallorca in deze vlog. En de volgende vlog ook. Maar de reden waarom ik dit opneem, er is iets gebeurd. We zijn een weekendje naar Mallorca gegaan en we hebben 2 volle dagen echt heel veel gevlogd. Maar toen we thuis kwamen en we al het materiaal wilden veiligstellen, is terwijl we het aan het inladen waren op de computer, is er een SD-kaartje stuk gegaan. 1 van de 3. Dat betekent dat we nog heel veel materiaal op die andere 2 SD-kaartjes hebben, maar dat ene SD-kaartje is zo stuk gegaan dat we heel veel kwijt zijn. Dus er mist een heel groot deel van deze vlog. Maar we hebben zoveel gevlogd dat we alsnog er wel een hele vlog van kunnen maken. Maar wat je mist is dat we een weekendje naar Mallorca gaan. Toyota heeft ons gevraagd of we naar Mallorca willen komen om hun nieuwe auto te testen. Super tof. We gaan met 2 andere influencers. Je mist 's ochtends het vliegen en dat we afscheid nemen van Zara. Dat we aankomen in Mallorca en dat er allemaal, dat was echt heel tof, er stonden echt wel 30 nieuwe Toyota-auto's op ons te wachten. En daarvan mochten wij de 1 meenemen voor het weekend. De rest van de dag hebben we alles nog. We komen aan bij het hotel, we gaan lunchen. En daarna begint dus deze vlog. Oké, we zijn aangekomen in het hotel. We hebben een hele mooie rit van het vliegveld hier naartoe gemaakt. En we hebben hier net lekker geluncht. En nu zijn we hier in het hotel. En echt, het is een prachtig hotel. Ik had net wat meer willen laten zien, maar ik ga nog veel meer laten zien. Maar het is echt een heel park, alsof je in een soort Disneyland-achtig bent. Met allemaal gebouwtjes en schattige hoekjes en raampjes en plekjes waar je kan zitten. En binnenplaatsjes met fonteinen. Ja, dit is echt insane. En nu gaan we naar onze hotelkamer. Kijk, waar zit onze hotelkamer? Weet je dat? Die kan. Oké, ik ben benieuwd. Als dit al zo mooi is. Ja, oh, een jas is hier ook. Oh, dat is echt thuiskomen. Wat leuk. De koffers hebben ze neergezet en zo. Zullen we even verder kijken? Ja. Oh, dit is wel heel schattig. Dit was wel lekker. Oh, kijk dan met alle suite deuren. Oh, dat is ook een chic. Ga ik nou eten? Ik ga eventjes. Welkom staan. Nee. Ja. Oh, wat lekker. Ik zal even een beetje een roomtour doen, maar... Ik kan niet geloven dat we hier zijn. Sorry dat ik weer onderbreek, maar we hebben ook een tablet. Ja, dit is echt wel heel chic. Ja, ik vind die wel een beetje warm, heel eerlijk. Ja, ik zie het, ik ook. Dus. Ik ga even roomtouren, oké? Ik moet het je echt even laten zien. Ik kan niet geloven dat we hier zijn. En Hans, kijk nou hier buiten. Oh, hier buiten is het nog zoveel mooier. Ik ga zo meteen de rest laten zien. Nee. Ja, echt? De zon staat hier ook echt perfect op. Oh, wat heerlijk. Je kan hier zo gewoon naar huis, naar beneden lopen. Zeg maar, naar... Ja, het is goed om te weten. Kijk, ja, dat is van de buren denk ik, of niet? Ja, ja, oh, dat is wel. Ik bij de buren zit. Ja, dit is echt prachtig. Maar je kan je dus wel goed zien. Is dit ook van ons hier? Dat is wel van ons, ja. Zeg maar, dat van daar naar daar. Oh, ik kan niet geloven. Nee, het is echt ziek hoor. Maar nu zie je ook een klein beetje, zeg maar hier, ja, op beeld is altijd underwhelming, maar wat het uitzicht een beetje zo is. Mooi hoor. Dit was dus de tuin die we hebben. En dan hebben we hier dus een leuk zitje met een chocoladetaart. En een bed. Met een lekkere tv. En hier nog een leuk bureautje. Dit vind ik heel leuk. Hier zitten dus van die deurtjes die je zo dicht kan doen. En dan kom je hier in de badkamer. Hier links zit namelijk dan het toilet. Echt achter zo'n mooie deur. Maar inderdaad, daar rechts zit een bad en een douche. Perfect. Met een gordijntje ervoor, zie je dat? Ik denk dat je dan met het gordijn wel naar buiten kan kijken, maar niet naar binnen. Dat zie je, dat heb ik nodig in onze keuken. Nou goed. En dan hier heb je dus een soort van halletje. En dan heb je hier de deur en de koffiecorner nog. Hans, heel even. Ja. Dit is groter dan ons allereerste appartement. Sowieso ook veel groter. Dat is toch bizar. Het is best wel lekker weer. Trouwens, dat heb ik nog niet gezegd. Het is 20 graden en het is echt
echt strak helder blauwe lucht. Felle zon, dus het is echt wel jurkjes weer. Dus ik heb heel veel zin om een jurkje aan te trekken, dus dat ga ik doen. Hopla! Nee? Dit jurkje is van Faithful the Brand. Zo'n lekker zwierig jurkje, vind ik heel mooi. Dit tasje is van Asos. Kettingje van Hans gekregen. Ik krijg daar heel vaak vragen naar. Maar dit kettingje is van een juwelier gewoon, waar Zara op staat. Ik kreeg toen ze geboren was. Ik wil eigenlijk even snel oorbellen in doen. En de sandaaltjes zijn van... Heb ik die nou in Amerika gekocht, die sandaaltjes? Ja, bij de Target denk ik. Yeah. Ja, dus die zijn uit Amerika. Maar Pull & Bear en zo heeft heel veel van dit soort sandaaltjes. En meestal koop ik ze daar, dit soort sandaaltjes, voor 15 of 20 euro of zo. Oké, okay, maar Hans... Die cake dus. Ja, dat kan ik wel hebben. Oh, zullen we dat gaan eten? Ja, zullen we lekker, wil je, heb jij zin in een chocoladetape met mij? Een chocoladetape? Date. Ja, zeker. Oké, okay. Ik heb hier servetjes. Neem jij die mee? En, wil je even badje te bedoelen? Ja, of ja. Weet je dat niet? Nee, is goed. Nu voelt het echt alsof we in Toscane zijn. Dit voelt zo George Clooney. Ja. Zeg dat het George Clooney is. Hey, maar ze hebben hier een espresso, dus ik kan er vast. Zie? Jij bent gewoon mijn George Clooney. Dat sowieso. Mmm. Heel machtig. Heel machtig. Oh. Mmm. Er zit natuurlijk ook een beetje cake aan. Oh, dat had ik nog niet gezien. Wacht. Kijk, nu zie je hem beter. Kom maar, ze drukt hem uit. Oh. Niet opdrukken. Nu zie ik. Nee, ik zie een kastje. Je moet een mama weten hoe je dat moet omdraaien. Dan moet je het beeld camera omdraaien. Uit. Nee, camera omdraaien. Hoe leg je dit uit? Nu moet je nu voor Sarah weer. Sarah, kijk. Kijk eens. Hey, liefie. Nee. IJs. Hallo, schatje. Hallo, liefie. Ook goed zo, zwaaien. Ja. Yeah. Zwaaien. En wat is oma aan het koken? Prei? Oh, lekker prei. Oké, okay, ik ben... Ik op de rechter van de muziekje. Ja, ik zet hem al uit. Denk je nu dat ik al in de problemen zit? Nee, toch? Nee, soms dan heb ik muziek op de achtergrond en dan wordt YouTube boos op ons. Dat we muziek gebruiken waar recht op zit. Ik ben vol aan het werk gegaan. En intussen is het zelfs wat donker geworden buiten. Het is hier heel snel donker geworden. Echt, ik denk binnen een uur dat ik hier werkte is het donker geworden. Maar echt gelijk pikdonker. En volgens mij is het echt super idyllisch. Oh, nu is het met avond, is het zo mooi. En je hebt hier zelfs een vijver in een infinity pool stijl. Dat vind ik zo cool. En dus alles wat je ziet is geen dorp, maar het is gewoon allemaal hetzelfde hotel. En we lopen even Sifra achterna. En dan zie je hier het andere uiteinde van dat zwembad. Ja, ik vind het echt heel cool. Allee, we hebben het... Oh, cheers! Yes, cheers! Cheers! Ik was een beetje zo... Ik dacht dat jij wegging. Toen ik, oh, jij wilde blijkbaar niet. Ik dacht dat je met haar ging. Oh, sorry, cheers. We hebben net een presentatie gehad van Toyota en we zitten nu in een hele grote zaal met allemaal tafels. En aan elke tafel zitten bepaalde landen. Aan deze tafel zit Germany en dit is allemaal Nederland. Daar zijn Nederlandse groepjes. Zo zit er weer iemand van zeg maar, Toyota of die heeft bedacht. Die spreekt toch een soort van ja, taal. Ja, laten we die bij elkaar, doen. En dan heb je nog allemaal andere tafels achter ons. En hier hebben we straks, als het goed is, een heel lekker diner. Maar best wel laat, maar ik heb helemaal geen honger of zo. Het is zo raar, het is 9:30. Yeah. Maar... Ja, je bent helemaal in die sfeer dat je nog siesta hebt. Dit is echt zo grappig. We zijn echt zo hard aan het lachen met hen. We hadden allemaal tapas op tafel staan. En Hans zegt op de deur, dit is het. Ik zeg, nee, we zouden echt een diner krijgen. Hij zegt, nee, ik denk echt dat dit het is. Was echt, heel eerlijk, het was echt tapas. Ja, we kregen allemaal soorten bitterballen en nuggets. En op de deur worden de borden weggenomen. Dus ik denk, shit, ik heb nog honger. Dus ik ga nog heel snel echt heel veel nuggets eten. En Hans zegt, ik hoop echt dat dit was, want ik zit echt zo vol. Maar ik hoop dat je nog chocoladecake over hebt in de hotelkamer. Ik zeg, nope. Hij eet het al. En vervolgens vertelt
net. Hij zegt, heb je het menu al gezien? Dit was echt nog maar het begin. Wacht, ik ga het laten zien. We zijn hier nog maar, hè? Ja. Dit allemaal. Allemaal nog. En zie je dat dessert? Ja. Zo overigens twee keer zo groot is als het hoofd. Ja, yeah, dat is echt wel iets. It's funny that the dessert is even bigger than the... Twice the length. Twice the length, yes. They know us well. Wow, daar is dessert. Lekker, lekker, lekker. This actually resembles the cake that we already had. Yeah, yeah, it's the same. You did the leftover. This is the leftover, yes. Ja, even alle kaas opeten kunnen gaan. Is alles op? Ik hoop heel erg dat ze niet de leftovers gaan opeten in de keuken. Oké, okay, we zijn thuis. En we komen thuis en we zeggen, huh, had jij het bed opgemaakt? Nee, ik ook niet. Lijkt dat 's avonds hier de roomservice komt. Als ik dat had geweten, was ik minder in haast vertrokken en had ik het minder... Hadden we het echt minder zo achter gedaan. Soms is dat. Vooral ik heb er een troep van gemaakt. Daarom stop ik het mezelf. Nee, maar bedoel, mijn koffer ligt daar helemaal open en zo. Om schoon te maken, dat iedereen dan gaat schoonmaken. Ja, maar we waren nu ook wel echt heel erg in haast vertrokken. Ja. Normaal, ik vind het zelf al vervelend hoe troep het nu is. Maar goed, ze hebben de cake ook meegenomen. Er was nog een klein beetje cake over. Had die jongen aan de tafel toch gelijk, hè? Wat? Ja, dat die leftovers niet bij het... Dat die leftovers bij het toetje stonden. Ze zijn ook echt weg. Ja, dat hij ook moet lachen als hij nu ziet dat de cake weg is. Dan ga ik nog heel even snel werken. Het is nu al best wel laat. Heeft hij nou geklopt? Nee, veel net. Ik ga nog heel kort even werken. Want morgen moeten we er ook al heel vroeg op. We hebben vandaag niet zo heel veel bijzondere dingen gedaan. We hebben dus al wel met de auto gereden van Toyota. Hele toffe auto. Maar daar gaan we in de volgende vlog meer over vertellen. Want we gaan er dus morgen gaan we er nog echt mee rijden. En morgen gaan we allemaal hele toffe activiteiten doen. Dus vandaag was niet... We hebben niet zo heel veel bijzondere dingen gedaan. Daar is echt heel veel gegeten. Dus kom terug voor de volgende vlog. Dit moet ik nog heel even snel laten zien als ik betere licht aan moet. Zo. Ze hebben dus opgeruimd. En ik heb mijn make-up overal een beetje neergegooid. En ze hebben geprobeerd het een beetje te organiseren. Kijk nou. Ze hebben mijn make-up en zo allemaal hier neergezet. Mijn kwasten hebben ze in een glas gedaan. En ook mijn mascara en zo, alles. Ze hebben alles geprobeerd op te ruimen. Kijk dan. Bijna mijn hele tasje is ook leeg. En hier ook. Hebben ze echt geprobeerd een beetje in te richten. Dat is toch wel echt heel schattig. Ik wil hier niet meer weg. Ik wil thuis ook iemand die mijn kwasten in een bakje zet. Ik meen het. Echt heel gezellig hier. Het is zo ontzettend leuk. Dat wilde ik nog even zeggen. Al die influencers onder elkaar. Ook die uit Nederland zijn heel leuk. Die ken ik nog niet. Heb ik nu leren kennen. Maar ook uit Germany, uit Duitsland. Ook super leuk. Echt, ik geniet echt heel erg hier. En Hans ook. We hebben big time fun hier. Ja, ze zit misschien. Hij heeft iets te veel fun gehad vanavond. Te veel gedronken hebben. Nou, ze bleven wel echt doorschenken, joh. Nou, ze konden wel aan. Ja, op een duur zag ik jou. Ho, wacht even. Ja, je zag die tafel rondgaan. Ja, ik dacht ook op een duur. Ik heb echt al genoeg wijn gehad. Oké, dit was het echt nu. Goed, bedankt voor het kijken. We zien je morgen. Overmorgen. Zoveel wijn.